Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe Minecraft Custom Map hier op Vaco Games, namelijk de puzzelende puzzel. Jullie vonden de vorige Minecraft Custom Map zo tof dat jullie er meer dan 2000 likes op hebben achtergelaten. En ik had zoiets, waarom ga ik niet gewoon weer een gloednieuwe map voor jullie opzoeken? En het is dus de puzzelende puzzel geworden. Ik ben persoonlijk wel echt een fan van puzzelmappen, tenzij dit natuurlijk de ultieme trollmap is en we er eigenlijk helemaal niet in moeten puzzelen, maar moeten boodschappen doen ofzo. Dat zou wel heel erg saai zijn, maar we gaan er vanuit van niet. Dit is dus de puzzelende puzzel en wij moeten als eerste puzzel stage 1 oplossen. Let's start off simple. Dat klinkt vrij simpeler dan dat het in werkelijkheid is, want wat moeten we hier doen? Ik denk dat ik het al weet. Volgens mij zag ik het net ook al een heel klein beetje. Dit is zo te zien een onzichtbare jump parcours map ding. En ik ben natuurlijk altijd al heel erg slecht in gewoon parcouren. Maar in onzichtbaar parcouren is het toch net even 25 keer erger. Dus we gaan proberen. Kijk, hier zit dus een onzichtbaar blok. Dat dacht ik al. Dan moeten we dus een ander blok zien te vinden. Waarbij wij makkelijker op kunnen stappen. We moeten een blok op de onderste grens vinden. Waar we op dat andere blok kunnen springen. Ach, hier, kijk, got it. Eenmaal, dan moeten we dan eens naar daar. Hop. En dan gaan we naar hier. En dan hebben we de eerste puzzel al gedaan. Ik ben officieel een puzzelbaas. Auw. Stage 2. Something new. In the neighborhood. Wat is iets nieuws? Gewoon het nieuws? Het journaal? Easy. Wat gebeurde daar nou? Er gebeurde iets. Where are we? Moet ik hierin? Oh. Hier kom ik er net uit. Wat is dit nou weer voor iets? Een kist. Got it. En een button. Can be placed on cobblestone. Oké. Nu moeten we hier cobblestone gaan zoeken. Waar is cobblestone? Cobblestone. Als iemand cobblestone ziet, dan mag je het mij vertellen. Ik zie het namelijk niet. Ja. Wat een probleem. Klik. Uh-oh. Oké, daar zat hij dus blijkbaar niet. Waar moet hij dan? Daar? Nee. Er is hier helemaal geen cobblestone. Dat is dan weer voor bullshit. Hier dan. Ook niet. Hier. Nee. We moeten dus de goede plek zien te vinden voor deze button. Got it. Stage 3. Too easy. Nou, die anderen waren niet al heel erg moeilijk. Hoe gaan we dit nou weer doen? Te makkelijk. En daar was een pressure plate. Zou het echt zo makkelijk zijn? Stage 4. Prison time. Oké. Prison time. Daar is een lever. Klik. Dat was easy. Dat was helemaal easy. Dat is helemaal geen moeilijke map dan dit. Stage 5. Something smells fishy. Ja, ja, ja. Hier is natuurlijk fiauw. Hier komen we never nooit meer uit. Dan zouden we hier iets moeten doen. Oh, daar een kist. Got it. Something smells fishy. En dan geven ze hier 3 stokjes en een string. Ra, ra, ra. Wat zullen we daarmee moeten doen? Ik denk persoonlijk, met deze crafting table, een vishengel maken. Wat gaan we dan vissen? Ja, ja, ja. Wat gaan we vissen? Daar is wel iets. Ha! Ah! No! Hey! Nee! Nee! Niet doen! Hij wil me killen. Misschien dat ik eruit moet. Ik moet eruit. Ik moet hier... Auw! Niet doen! Doe gewoon niet. Nee. Ik wil niet dood. De 30 manieren om dood te gaan map is al geweest. Stop. Oké, we moeten dus blijkbaar toch dood gaan, want ik had hier niet uitgekund. Respawn. Keurig netjes. En nu, hier is een bedje. Dat we gaan slapen. You can only sleep at night. Oké, fijn. Dan moeten we dus springen. Naar daar. Daar zie ik alweer zo'n onzichtbaar blok. Dit gaan we niet redden. Ik kan dit niet. Oh. Ah, ja, got it. En dan 1, 2. En dan moeten we dus... Ah, kijk, dit is de grote valstrik. Dan denk je dat je rechtdoor moet. Maar dat kan niet, want er zit een onzichtbaar blok. Dus we moeten via hier. En dan via hier. En dan via daar. Dan moeten we dus daarheen. Denk ik. Oh, come on. Dit is zo moeilijk. Ik kan dit toch niet. Maar ik ga het wel proberen. Ik ben een dappere probeer, meneer. Dat is wat ik ben. Ik geef niet op, hè. Geef nooit op. Maar ik vind het... Dat springen van dat soort rare trappetjes aan de muur vind ik zo lastig. Want ik blijf er nooit aan kleven. Net zoals Spider-Man, maar dan anders. Spider-Man blijft wel aan muren kleven, ik niet. Dus moeten we
daar naartoe. Helemaal naar boven, ja. Kijk, ik donder meteen weer naar beneden. Ik ga er langs. Misschien dat ik hem los moet laten. Laat ik dat eens proberen. Ik ga hem dan misschien loslaten. Ik ben echt de grootste parcours noob namelijk die er is. Ho! Ja. Close. Close. Ik was dichtbij. Ik kan dit, jongens. Ik ga niet opgeven. En ik ga niet cheaten. Oh god, daar ga ik spijt van krijgen van die woorden. Ha! Ja, oké, okay, got it. Kom op! Ik zat er bovenop. Oh. Dat is precies het. Kom op. 1, 2, 3. En dan 2, 3. Nou gaat hij goed. Let op. En dan in het midden uitkomen. Kom op! Ik kan dit! Unknown command. Heb ik het fout getypt? Game mode 1. Ja, sorry. Maar dit telt niet. Ik was hier. Zo. En dan moet ik daarheen. Wat doe ik dan verkeerd? Dat wil ik even weten. Ik wil weten wat ik verkeerd doe met het springen. Dan gaan we zo meteen verder naar het volgende level natuurlijk. Wat doe ik verkeerd met het springen? Laat het eens eventjes weten in de reacties. Want ik moet wel vaker van dit soort mappen doen. En dan krijgen we heel vaak van dit soort rare trappetjes aan de muur. En ik weet nooit hoe die dingen precies werken. Volgens mij heb ik het ook nog nooit gevraagd. Auw. Dus als jullie mij dat nou eens eventjes vertellen. Hoe ik dat moet doen. Dan ga ik hier staan. En dan ga ik via hier. Iedereen lacht me uit. Dat is niet aardig. Ik was daar. Zo, hier was ik. En dan moet ik daarheen. Op dit onzichtbare blok. En dan daar verder. En dan dit. Kijk, dit is te doen. Dit is goed te doen. En dan moet ik hierin zien te vallen. Mag er niet bij. Dan sta ik zo door. Wacht even. Telt dit? Ik denk niet dat het telt. Misschien als ik die picture frame erop gooi. Hop. Werkt niet. Oh shit. Nou, dan gaan we het vanaf een afstandje hengelen. Gaan we vanaf hier hengelen. Klik. Mag je in? Dank u. Dit werkt. Hey, stage 7. Quiz time. Oké, dan ga ik gauw mijn game mode terugzetten. Game mode 0. Ja, hey. Spijt me zeer. Map maakt me neer. Maar als jullie mij jump dingen gaan geven. Ja, dan gaat het fout. Wat is dit? Dit is graystained klei. Is dit kappa klei? Dit is zeker kappa klei. Hardened clay, stained clay of cyan stained clay. Ik denk dat dit cyan stained clay is. Toch? Klik. Correct. Ik ben de baas. Mag ik daar verder? Quiz time. Het is correct. Ja, dat is leuk. Mag ik dan ook verder? Of moet ik hier weer helemaal naar beneden? Kom ik hier? Ik kom er net vandaan. Wat doe ik hier? Hallo? Ik kan niet door het gat heen. Waarom kan ik niet door het gat? Wat gebeurt als ik op de verkeerde knop klik? Kappa klei. Auw. Maar dit is goed. Dan moet ik toch naar de volgende. Dan ben ik nou gek. Waarom kan ik hier niet doorheen? Dan klopt er iets niet helemaal. Ja. Wat gebeurt er als ik op deze ram? Ho! Dat was helemaal niet goed. Maar ik zag wel andere dingen. Game mode 1. We moeten eventjes terug. Want ik moet naar een andere plek. Ik moet ergens naartoe teleporteren. Ik moet ergens heen. Want dit is natuurlijk niet goed. Ik had op die goede knop geramd. Het is geen kappa klei. Het is deze. Maar dan kan ik toch, dan moet ik toch naar een andere geteleporteerd worden. Lijkt mij wel. Wat is dit hier? Wat gebeurt hier? Oh, dit is die prison weer. Dan werden we daarna daar naartoe geteleporteerd. Dan zullen we nu daarheen moeten. Als ik de logica van de mapmaker volg, hoor. Plop. Got it. Wat is dit? Stage 12. Oh, daar, we slaan er gewoon een paar over. Moet kunnen. Stage 12. F is for friends. Who do stuff together. I have 3. Oké, okay, F3. En nu? Ik denk dat ik op F3 moet drukken. Lijkt mij wel. En nu moet ik hier een beetje rondlopen, derpen. Er is hier vast wel iets interessants te vinden. Wat is hier onder de grond? Hier is een tunnelding. Waarom is dit hier? Wat is dit voor iets? Mag je in? Dit ziet er wel uit als een geheime tunnel. Waarom moet ik dan F3 doen? Er ligt iets, een pressure plate.
Er ging iets open. Ik hoorde iets. Er ging iets open. Hier beneden. Kist. Melk en een gouden pickaxe. Oh jee. Melk en een gouden pickaxe. Game mode 0. Maar er stond ook iets bij. Kan stenen monstereieren breken. Dat is geen stenen monsterei. Waar is dan een stenen monsterei? Stage 12. F is for friends. We do stuff together. I have 3. Sowieso dat ik op F3 moet zitten. Moet ik dan gaan zoeken naar een monsterei of zo? Ik zou niet eens weten hoe dat werkt, joh. Hoe moet dat? Hoe kan je via F3 zoeken? Oh, wacht. Ik zie het recht onderin staan. Rechts onderin staat het. Minecraft Stone Brick. Dus dan moeten we via... Ja, kijk. Deze moet ik breken. Hey, heb ik hem gevonden of heb ik hem gevonden? Au, au, ah, ik heb jou ook gevonden. No! Maar dat ging goed. Maar dan moeten we er nog een paar vinden. Want ik heb een hendel nodig om daarbij te komen. Dus dan moet ik er nog eentje zoeken. Stone Brick Monster Egg moet ik zoeken. Via dat dingetje rechts onderin. Stone Brick. Stone Brick, Stone Brick. Maar waarom liggen dat plasjes met water hier en daar? Dit zijn allemaal stone bricks. Ik wist zeker dat het kon, joh. Hebben we geleerd. Dan kan je dus precies zien welke stone bricks zijn en welke monster bricks. Laten we de hele vloer eens afzoeken. We moeten er dus een paar vinden. Moeten er ergens nog een paar zijn? Stone brick, misschien in de muur. Achter. Ik moet het goed in de gaten houden. Als ik het zie veranderen, dan betekent dat ik iets gevonden heb. Boven misschien. Dit is ook een stone brick. Stone brick, stone brick. Open falls. Hier beneden? Nee, dat is dirt. Waar is die andere dan? Het moet iets zijn waar ergens iets achter verstoppen kan. Want als er nergens achter iets verstopt zit, dan kan ik hem niet vinden ook. Oh, wacht, ik snap hem. Ik moest hier op gaan staan. En dan ging die deur open. Zo werkte dat. Dus ik moet hier opstaan. Dan gaat de deur open. Ja, maar dat gaat veel te vlot. Dat gaat veel te snel. Dan maken we hem open. Zo, werkt ook. Deurtje open. More coming soon. Nou, ik vind dat ik het toch best wel redelijk gedaan heb. Maar dit is dus het nadeel als je een Minecraft custom map gaat spelen. Waarvan je in het begin niet weet wat je moet doen. Als er ergens een keertje iets fout zit, ja, dan klopt die hele map ook meteen niet meer. En dan kan ik natuurlijk wel gewoon een beetje er doorheen gaan vliegen en een beetje gaan lopen durpen. Maar stel je voor dat je deze map voor jezelf speelt. Dan is dat toch zonde. Mochten jullie nog een andere leuke map voor mij hebben. Een map waarvan je 100% zeker weet dat als je het goed doet, dat die dan ook helemaal klopt. Laat die map dan achter in de reacties. Je kan natuurlijk deze map ook gewoon downloaden via de link die ik in de beschrijving heb gezet. Misschien dat jullie wel snappen hoe dat je voorbij die rare steenpuzzel moet komen. Ik heb in ieder geval geen idee. Ik klikte op de goede antwoord en het ging alsnog fout. Dus dan heb ik zelf mijn eigen draaide braak gegeven. Zoals het eigenlijk heel vaak op games gaat. Vaku Gamers, hopelijk willen jullie nog eventjes een like op deze video knallen. Als je dat nog niet gedaan hebt. En anders zie ik jullie er gewoon de volgende keer weer terug. Bij een gloednieuwe Minecraft custom map of iets anders. Hier op Vaku Games. Mazzel!